Wakefield en Saturday Night. Welkom kijkers, moest ik zeggen, van de cameraman van Focus TV. Welkom kijkers. Dit is RTV Keetje 2013. Nou goed, ja, ik kan niet anders zeggen. We hebben een hartstikke mooie tussenstand gehad gisteren. En vandaag, ja, de winkels zijn weer los in ieder geval. Vanmorgen was het een beetje rustig op het Simonsplein. Maar nu is het weer gezellig. En ja, de biedingen komen binnen en de verzoekjes komen binnen, dus heel goed. Nou, ik moet zeggen, ik ben er nog niet zo heel lang, want ik had vannacht had ik de graveyard van 2 tot 6. Dus daarna ben ik even gaan slapen. En ik ben om een uur of twee hier weer teruggekomen. En toen waren er ineens plots weer heel veel leuke veilinguitjes bijgekomen. Dus dat is wel bijzonder. Wat ik meegekregen heb is dat professor Drap hier geweest is. De directeur van Amphion hebben we nog op bezoek gehad. Dus er gebeurt eigenlijk van alles, ook als je er niet bent natuurlijk. Hè? Ja, jullie zitten hier met z'n drieën nu. Hoe is de taakverdeling? Wie doet wat? Nou, eigenlijk een beetje waar we zin in hebben. Nee, het gaat zoals het gaat. Ik ben nou een beetje bezig met de veiling bijwerken en weer wat nieuwe items daarbij opzetten. Jorre is nu bezig met foto's op Facebook zetten. En nee, Jeroen is een leuk plaatje aan het draaien. Dus het komt zoals het komt. En de ene keer dan gaat de ene even naar buiten om wat mensen aan te spreken dan de ander. Dus we redden ons wel. Wat leuk is en wat op dat moment speelt. Ja, daar staan we als mensen voor de keet. Alleen is het zo dat we 's nachts mogen geen herrie maken buiten. Dus dan staan ze een beetje te kijken naar binnen, want ze kunnen niet echt horen. Dus het is een beetje een soort playback show zonder muziek, zeg maar. Dus dat, ja, dus het, maar dat gebeurt wel. En wat met name heel leuk is, s'nachts, is dat je reacties krijgt via de social media. Hè. En daar zijn we heel blij mee, want dat sleept je er toch wel een beetje doorheen. Mensen die via Facebook en Twitter en zo reageren. Ook nog gewoon op de webcam kijken en zo. Dus dat is echt, ja, dat doet je goed. Het was zondag in de vroegte. Een dreure bek en de kop die min zozeer. Als ontbijt nam ik een biertje, smaken goed, het smaken minomeer. In een grote stapel kleren, zocht ik nou mijn mooiste visent. Hans, wat kom je hier doen? Gaat met vuistjes slaan. Ja, waar houdt dat in? Dat houdt in dat je... Als je niks te doen hebt, dan is er altijd wel wat nog belangrijker is als niks doen. En weet je, komt die muziekmaker omdat ze hier dat keertje hebben staan in Dorkum. En omdat van moeder Teresa, althans de stichting moeder Teresa, het arme mensen zelf hebben het niet meer nodig. Maar die lui worden we knokken in die tijd en worden door andere lui verknokt, die hebben het nog altijd nodig. Dus zien dat er zoveel mogelijk geld naar Roemenië gaat. Kom je optreden omdat ik het leuk vind om met Hans te spelen. En Hans is hier vervraagd en vroeg hem in, Freddy, ga je met? Ik zeg, goddorie, hartstikke leuk, ik ga met, vind ik mooi. Je hebt één nummer en dat is Zuidico, Zuidico, waarom mangs voor de Zuidico? Wat zou je toch in de nekken laten drieten? Je hoeft ervoor niet in de boek te bieden. Kijk, dat is een moraal, of niet? Ik ben een beetje huiverig de laatste jaren voor goede doelen, gezien de salaria van de directeuren van sommige instellingen. Maar ik denk dat moeder de Theresia Stichting uit Ulft, hè? Allemaal goede mensen. Ja, ik heb alles met goede doel. Ja. Nee, wat ik vind is dat er onmiddellijk voor onrecht in de wereld is. En ik zie eengas meer in Nederland, maar ook buiten Nederland. Dat sommige lui eengas rieker en rieker worden. Zet kasten van huizen. En dan vind ik het mooi dat er lui in Gaande, lui in Diem en overal vandaan bunt. En die gooit gewoon naar Roemenië en bouwt hele kleine huisjes. En die mensen die bunt er misschien nog tevreden met. Als die groten met die grote kasten van huizen hier in Nachtroom. En de klokken gingen door. En ik wou dat ik niet zo wakker was, want in een slag ging vlugger en de andere nu te pas. Er is niks te aan de dood, maar o zo goddeloos de wagen zegt. Als de een is plaatst een toon van het kaart.